Hallo, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag woensdag en ik had deze video eigenlijk vanmorgen online willen zetten. Maar ik heb vandaag een vrije dag en ik ben zo moe. Ik merk gewoon dat ik heel veel met YouTube bezig ben geweest. Heel veel met mijn opleiding. Heel veel drukke dingen. Gewoon allemaal ook wel leuke dingen. Want ik vind YouTube en mijn opleiding heel erg leuk. Maar ik merkte gewoon dat ik even rust nodig had van, nou eigenlijk had ik deze video gisteren al online willen of op willen nemen en vandaag vanmorgen online willen zetten. En ik denk, nou dan doe ik het vanmorgen, maar ik was zo op. Ik had even een momentje voor mezelf nodig. Maar goed, dan komt die video nu online. Ik ben, misschien heb je het gezien, bij de outlet in Roermond geweest. En daar hebben ze sinds kort een outlet van de Company Store. En de Company Store is een outlet van Estée Lauder. En daar valt MAC onder, daar valt Smashbox onder, daar valt inderdaad Estée Lauder onder, daar valt Clinique onder, daar valt Bobbi Brown onder. Gewoon hele leuke merken die daaronder vallen. En ik heb je meegenomen op shoptrip. Ik heb je laten zien wat er allemaal te koop is. Ik zal die video even hier beneden linken. Als je even bij meer info klikt, dan zie je de gerelateerde video's. En het zit in dit tasje. Ik heb 6 producten gekocht. Vooral van MAC. 1 ding van Bobbi Brown en 1 ding van Estée Lauder. Maar het jammere is dat het bonnetje niet meer leesbaar is. Terwijl die gewoon in mijn portemonnee heeft gezeten. En ik haalde hem eruit. En ik denk dat het gewoon een beetje nat was. Want mijn andere bonnetjes waren ook wat nat. Maar ik weet niet hoe het komt. Want ja, geen idee. Maar ik ga proberen er wat uit te halen. Ik weet wel dat er sowieso al 33% korting op alle producten was over de normale verkoopprijs. En op heel veel producten was het ook tweede product voor de halve prijs. Dat gold niet voor Too Faced, dat gold niet voor... In ieder geval gold het niet voor dingen die niet bij de Estée Lauder Company horen. Maar die wel daar te koop. Maar voor Too Faced hoort niet bij de Estée Lauder Company, maar was daar wel te koop. Maar ik ga proberen er zoveel mogelijk uit te halen. Want bijvoorbeeld van 1 lipstick. Een normale prijs van MAC is bijvoorbeeld rond de 20 euro. En daar ging dan 7,50 van af. En dan ging er nog eens 7 euro van af. Omdat het tweede halve prijs was. Ik heb voor alle 6 producten samen rond de 80 euro betaald. Allemaal high-end producten. Even. Maar goed, ik zou zeggen laten we gewoon gauw gaan beginnen. En dan ga ik laten zien wat ik allemaal gekocht heb. Ik begin even met de dingen die niet van MAC zijn. Ik had 5 producten in mijn mandje. En het is natuurlijk zonde als je dan het tweede product voor de halve prijs krijgt. Als je niet een 6e product erbij koopt. Wat een onzin. Ik had ook gewoon 1 product weg kunnen leggen. Ja, had gekund. Heb ik niet gedaan. Maar ik wilde deze graag proberen. De Smashbox Mini. Uiteraard een mini. Het is een kleintje. Studio Skin 24 Hour Hydra Foundation. Deze wilde ik graag proberen. Ik heb niet echt een hydraterende foundation nodig. Eerder een matte foundation. Maar ik wilde hem gewoon heel graag proberen. Ik heb de kleur 1.2. Dat is jammer. Er zijn niet zo heel veel keuzes uit kleuren. Maar daarom is het ook een outlet. Weet je, dat je gewoon precies iets moet vinden wat bij je past. Even kijken. Heb ik hem al opengemaakt? Maar de tester leek mij toch wel aardig goed. Even kijken. Want nou heb ik net hier alleen misschien wel wat aan de warme kant. Mijn hand is heel erg goed. Maar ja, dat wil natuurlijk niks zeggen voor je gezicht. En ik had zoiets van, nou, ik wil deze wel eens gewoon proberen. Kijken of het iets is. En ja, gewoon een kans geven. En dat is ook het leuke aan deze minis. Dat je ja, de kans kunt geven en dat je gewoon kunt kijken van, is het iets? En als het niks is, dan heb je nog minder geld aan verspeeld dan aan een groot product. Ja, het is gewoon echt allemaal niet leesbaar gewoon. Deze was een tientje. En omdat de tweede halve... Deze was een tientje. En dan zal het tweede product wat ik er dan bij heb als halve prijs dan nog goedkoper zijn geweest. Omdat het dan dus daar de helft van afgaat. Wat ook niet van MAC is, is deze lipstick van Estée Lauder. Dit is de kleur 212 Desire Chrome. No Angel heet die. Volgens mij is Desire gewoon dan de naam van de lijn, zou ik maar zeggen. En Angel, No Angel dan de kleur. En deze vond ik heel erg mooi omdat die heel erg chic was. De kleur, zowel de kleur als de lipstick zelf. Want het is gewoon een hele mooie lipstick. Kijk dan, gewoon helemaal gold. Ik hou van dit soort kitschy dingen.
I love it. Kijk dan hoe mooi het eruit ziet. Ook gewoon in je tas of weet ik veel. Het is gewoon, staat gewoon heel mooi in je stash. Maar de kleur is ook heel erg mooi. Hij lijkt zo'n beetje bruinrood. Maar op de lippen is die, of op de swatch is die echt meer rood. Ik heb er ook een foto van gemaakt, maar ik vraag me af of ik hem op Instagram ga zetten. Want ik heb al heel veel lipsticks voor de komende tijd. Maar kijk dan hoe mooi dat die is. Gewoon heel chic. En ook echt gewoon een mooi kleurtje voor de herfst en de winter. I love it. En ik weet gewoon zeker dat ik hier gewoon heel veel plezier aan ga beleven. Deze was van oorsprong rond de 35 euro. Ging dus 33% van af. En dan nog eens tweede halve. Nee, ik denk deze niet tweede halve prijs. Omdat dit een van de duurdere producten was die ik kocht. Dus dan zal op de iets goedkopere producten tweede halve prijs gelden. Dan hebben we nog 4 producten van MAC. En een proefmonstertje. Dat proefmonstertje laat ik dan ook maar meteen zien. Blushing Scent van Estée Lauder. Dit is een luchtje. En deze ga ik in mijn tas doen. Althans, de inhoud ervan ga ik in de tas doen, niet het doosje. Heb ik die, of had ik die al geprobeerd? Volgens mij had ik die al in de outlet al opgedaan. Ik vond het volgens mij heel erg lekker. Dit mag je overigens nooit doen. Parfumliefhebbers zorgen nou heel erg giftig als ze dat zien. Dit mag ook niet. Helemaal in overtreding. Nee, die ruikt heel erg lekker. Ja, maar... Of hij reageert een beetje raar op mijn huid. Want eerst vond ik al zo dat ik het lekker, maar dat hij eenmaal met mijn warmte of pH of weet ik veel wat. Lijkt het net alsof ik naar de rook ruik. Ik ruik echt gewoon een tabakslucht. Ja. Ik ga kijken dat hij mijn moeder misschien lekkerder ruikt. Of bij mijn vriendin, weet ik veel. Want ik kan hem bij mezelf nog niet zo lekker vinden ruiken. En dat komt echt... Dat het bij de ene wel lekker ruikt en bij de andere niet door de pH of de warmte van je huid. Dus ja, ik weet het niet. Maar bij mij tot nu toe niet zo lekker. Dat kan wel zijn dat hij zich ontwikkelt dat hij dan lekkerder ruikt. Maar tot nu toe geen fan van. Het enige niet make-up of het niet lipstick product van MAC is deze limited edition van... welke limited edition is dit ook weer? Ik heb geen idee. Het staat er ook niet op van welke collectie het is. Maar de kleur is Royal Flush. En het is een blush. Ha, daar ruimt Royal Flush blush. En kijk dan hoe cute de verpakking is. Lekker kitscherig. Lekker, ja, een beetje zoals de naam al aandoet. Hè? Ik vind het ook een beetje zo'n ouderwetse... ja, echt zo'n ouderwetse blush. Weet je wel? Zo eentje die je oma bijvoorbeeld zou gebruiken of zo. Het uiterlijk dan, hè? Het doosje van de blush. De verpakking. En dit is dan de kleur zelf. En ik ga hem swatchen voor je, want ik ga er toch geen foto van maken op Instagram. Want hij is niet meer te koop, behalve in de outlet dan. En misschien is hij wel iets aan de donkere kant. Dat kan. Maar ik denk alsnog, als ik hem voorzichtig aanbreng, dat hij mij wel heel mooi zal staan. En ik wil binnenkort ook weer een keer naar de zonnestudio. Want het wordt me nou gewoon te gortig met bleek zijn. Ik bedoel, het is september en ik ben gewoon naast gelijkie bleek. Maar dan komt dit jaar ook weinig de zon gepikt. En waarom weet ik niet, want er was eigenlijk volop zon. Maar gewoon geen tijd voor gehad of niet de rust voor genomen. Kan ook. Dan heb ik 3 lipsticks. 1 daarvan heb je al op Instagram kunnen zien. En dat is niet deze, dat is die andere. De kleur Iconic. Ik werd helemaal verliefd op de swatch die ik daar maakte. En ik heb hem ook ingeslagen. Eigenlijk had ik mijn eerste oog viel eigenlijk op Brick Ola. Die had ik al heel lang in op mijn lijstje staan. Maar ik swatch hem en ik denk, ja, dit is eigenlijk een beetje een 13 in een dozijn kleur. Het is niks speciaals. En deze daarentegen, me dunkt dat die speciaal is. Het is echt een, ja, een bruin beige-achtig metallic kleurtje. Hij is heel erg mooi op zichzelf, heb ik hem gedragen. Maar ik heb hem ook een keer over MAC Stone heen gedragen. Stone is echt een diepe grijze beige kleur. Een hele coole kleur. Ik vind hem echt heel mooi. En daar is deze heel mooi overeen. Als je die er overeen doet, zou ik maar zeggen. En het is echt zo leuk. En ja, hier was ik heel erg benieuwd naar. En ik heb hem ook echt al een paar keer gedragen. Het is ook echt een vrouwtje kleur in de zin van geen standaard kleur. Ik hou van best wel bijzondere rare kleuren. En ja, dit is daarom echt wel een vrouwtje kleur. En dan de kleur Spanish Fly. Dat is ook zo'n kleur wat gewoon anders is dan andere kleuren. En deze heb ik nog niet eens geswatcht. Maar hier ga ik toch geen foto van maken op Instagram. Dus hier krijg je gewoon een swatch van. Hij is gewoon heel bijzonder. Hij lijkt een beetje op On and On. Die heb ik ook.
hoe heet dat ding? On en On? Ja, volgens mij wel. Maar die zou ik niet naar mijn werk durven dragen. En deze wel. Deze lijkt een beetje op een oogschaduw die ik heb. En deze is echt ook gewoon heel bijzonder. Er zit een beetje een blauwe glittering, een blauwe schitter doorheen. Bruin met een beetje blauwe ondertoon. En dat kan bij sommige looks echt heel erg mooi zijn. Eigenlijk lijkt het ook al een beetje, ja, mijn oogschaduw komt hier iets blauwer over. Maar die ondertoon, die basis is hetzelfde. De boventoon is hier iets meer blauw, maar de ondertoon is hetzelfde als bruin, zeg maar, op mijn ooglid. Dus daar doet hij me wel een beetje aan denken. Misschien had het ook hier heel mooi bij gestaan. En dan tot slot heb ik een kleintje gekocht. Waar is die? Waar is mijn kleine lipstickie? In de kleur Wool. Wool stond al heel lang op mijn lijstje. Maar ik heb zoiets van, als ik deze dingen in het... Hallo, focus dus op mijn hele hoofd. Als ik deze dingen in het klein kan kopen, why not? Want je maakt nooit zo'n lipstick op. En ik kocht dus de kleur Wool. En die wilde ik al heel lang. En ja, nou, ik heb hem in het klein gekocht. Puur omdat ik dat gewoon prima vind. En die heb ik ook al heel vaak gedragen. Die heeft ook een week in mijn tas gezeten. En van die week heb ik iets van 4 keer of zo gedragen. Het is een beetje een bruine, ja, een bruine kleur. Heb ik er nou alweer met mijn nagels in gezeten? Ja. Kijk dan, typisch toch? Zo'n vrouwtje actie. Maar hier komt ook een fotootje van op Instagram. Want die, ja, die hier heb ik foto's van gemaakt. En die vind ik ook gewoon heel erg mooi. Ondanks dat hij wat bruiniger is, nog wel een neutrale lipstick. Je kunt hem eigenlijk overal bij gebruiken. Is niet te koel, niet te warm en zo. Dit was eigenlijk alles wat ik kocht bij de outlet in Roermond. Maar weet dat het eigenlijk kun je het gewoon zo berekenen. Dat het een gewone prijs is die je in de winkel betaalt. 33% korting. En op het goedkoopste product was dan tweede halve prijs. Dus zo kun je het ook een beetje berekenen, zal ik maar zeggen. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Ik doe van alles. Ik doe make-up dingen. Ik doe shop dingen. Ik doe lifestyle dingen. Gewoon van alles. En ik hoop dat je het heel erg leuk vindt. En ik hoop dat je zou willen abonneren. Dankjewel voor het kijken. En graag tot de volgende video. Doei!